Ik vind het echt eng. Ja, het is ook een beetje eng. Oké, ik zit in de lift. Cool, hè? Met Sander en Ol. En ik heb hoogtevrees, dus dat moet ik wel even overwinnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Vlogmas. Oh, het licht is zo mooi. Oh, the weather outside is lovely. Hier. Let it snow, let it snow, let it snow. Kijk, hoe mooi. Yay. Oh, die komt er ook aan. Kijk hoe mooi is dan die blauwe lucht. Ja! Yay. Kijk, Olleke. Zo mooi. Ik wil hier wonen. I never wanna leave this place. Oh, the weather outside is... Hoe gaat het liedje ook weer? Sightful, frightful. Ja. Yeah. But the feeling is so delightful. But the feeling is so delightful. Oh, the fire is so delightful. Since we got no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Zo mooi, hè, dit? Ja, I never want to go. Ik vind het zo jammer dat je naar huis wil. It's such a bitch. Ik moet naar huis, ik moet werken. Ik moet geld verdienen. Nu gaan nog meer mensen zeggen dat ik op jouw zak leef. Dat vinden mensen leuk om te zeggen. Ja, ik kan jullie allemaal zeggen dat het niet waar is. We leven op Ollie's zak. Zak. Zing eens dat liedje over die krokodil. Krokodil. Doe dan. Bijt in je bil. In je bil. In je bil. Kom, we gaan aankleden. Dit is wat ik aan heb vandaag. De jas van H&M. Mijn vintage Chanel tas. Deze trui waar ski op staat. En die trui, ik ga alle informatie ook hieronder zetten, is van Perfect Moment. Dat is een superleuk wintersportmerk. En met hun samen doe ik een meet and greet in de Bijenkorf op zaterdag 9 december. Want ik had heel veel vragen gekregen wanneer ik weer een keer een meet and greet zou doen. Dus dat doe ik op 9 december in de Bijenkorf. Dus aanstaande zaterdag. Even mijn lipstick opdoen. En ik zal alle details, tijdstip, et cetera hieronder zetten. Dus laat even een comment achter als je het leuk vindt om te komen. Dan kunnen we gezellig kletsen en foto's maken. En ja, that's it. Ik ga nog even wat eten. En dit heb ik aan. Dit zijn mijn See You by Chloe boots. Heb ik ook heel veel vragen over gekregen. Zet ik ook een link hieronder. En ja, let's go. Oké, Sander en ik hebben even wat foto's genomen. En Sander is nu gaan skiën. En Olivia en ik gaan nu naar het zwembad zwemmen. En ik voel me echt een stukje beter. Ik ben er echt zo blij om. En ik heb dit zwempak nieuw van ASOS. Ik zal hem hieronder linken. Even zo. Ik ben er echt zo blij mee. Want meestal zitten zwempakken niet echt heel erg mooi. En deze zit echt perfect. Dus, I am very happy with it. Oh, het is echt zo mooi weer. Dus ja, we gaan zwemmen. En ik denk dat Ollie en ik dan misschien even in de sneeuw gaan spelen buiten. Dat is denk ik wel even leuk. En dan weet ik het niet. We'll see. Ik vind het echt eng. Ja, het is ook een beetje eng. Oké, ik zit in de lift. Cool, hè? Met Sander en Ol. En ik heb hoogtevrees, dus dat moet ik wel even overwinnen. Ja, maar weet je wat het is? Als je dus zeg maar hoogtevrees hebt en je zit in de natuur, dat is toch op een of andere manier anders. Want ik heb ook een beetje hoogtevrees. En toch is het leuker of zo om hier... Ja, het is wel echt heel mooi. Mooi, hè? Zo. Sorry, we hebben even mijn... Wat vind jij ervan, Oliviaatje? Vind je het spannend? Vind je het mooi? Boeit er echt niks. Nee, ze ziet het niet. Dus ja, ze is gewoon gezellig met haar papier langer. Dit duurt dus wel eventjes, jongens. Dit is gewoon... Nou, dit is van 20 minuten. Oké, het gaat beter met mijn hoogtevrees. Ja, maar het is hier ook niet zo hoog. Let's hear Manu. Oké, guys. Ik heb eventjes... mijn iPhone aangenomen op de batterij van de vlogcamera's. Dat is echt super kut. Anyway, maar dit is echt zo mooi. Dat kan ik bij jullie even niet zeg maar ontnemen. Oké, let op. Oké, we made it back. Ik heb boven niet meer gevlogd. Sander heeft geschiet. Holly en ik hebben gewacht. Ik ben echt onderkoeld. Voor life. En nu gaan we terug naar het hotel. Mooi licht, hè? Ik moet zo echt foto maken als het hotel aankomen. Is goed. Nee. Oh, nee. Alles zelf. Ollie mag niet vastgehouden worden.
verwarming. Hallo? Zo schattig, mijn kleine kindjes met skiën. Met skiën, ja, Olly wilde ook maar al te graag. Ja. Skiën. Ja, lekker zwemmen zo in het hotel. Ja, voor je ook mee, hè? Ook. Dus, nou ja, goed, we zien jullie zo. Oké, we hebben even gezwommen. En nu gaan we uit eten. We gaan kaas fonduren. Ik hoop dat het goed gaat met mijn buik. Bereid je zo? Zullen we gaan? Ja, ik voel een chatelet. Oké. Ja, we hebben dus even gezwommen. Dus mijn haar zit nog zo van het zwemmen. Het was zo druk in het zwembad, hè? Ja. Echt cray cray. Ja. Alright, cool. Let's go, guys. Ja. Kom je om? Oh, ga je mee met ons? Ga je mee? Iemand stuurde net onder de vlog, Sander. Het lijkt of Sander erg van medicatie gebruikt. Hij heeft hele rare concentratiedingen. Ja. Ik gok kook. Kook? Ja, dat stuurde iemand onder de vlog. En hoe is het? Ja, hoe wist je dat? Hoe weet je dat? Heel veel. Okay, let's go. We zijn naar het restaurant gereden en we zijn dus nu midden in de berg. Echt in de middle of nowhere. Oh, daar gaat Olly bijna. En we gaan kaas fonduren. Zou je even lekker rondkijken? Wat hier allemaal te vinden is? Vind je dat leuk? Zoek mee? Ik ga even mee. Ik kan niet geloven dat dit aan het gebeuren is. Ja. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik kaas doe. Kan ik het er nu al in doen, denk je? Ja, ik denk het wel. Dus dat doop je er zo in? Nee, dan... nee, maar echt serieus in, hè? Ja, maar dat is niet lekker. Nee, schatje, kom. Ja, nee, nee, helemaal erin. Ja, toch, dat vind ik vies. Dan is het helemaal doordrongen van kaas, gatver. Dat wil ik niet. Je kan toch niet 4000 jaar Zwitserse cultuur hier opnieuw herbepalen? Toch, Ol? Ja, hey. Ja, tuurlijk. Je kan ook gewoon op je bord doen en dan gewoon daar. Op. Monika gaat echt zo jaloers worden. Op. Houdt hij van kaas van nu? Ja, die heeft er zelf weer gekocht deze week. Nee? Cool, ik ga er even... Nee, geen foto sturen. Een fotootje sturen. Ik vind het heel lekker. Ja, het is zo lekker. Eet makkelijk. Dankjewel. Olivia wil niet kaas van nu. Ik zit wel echt in een kaas van de trui ook erbij. Kijk dan. Ja. Ah, het is een wolk. Een wolk? Een wolk? Zie je wolken door het plafond heen? Ja. Het is midden dat onze Oké, okay, jongens, ze zingt de hele vakantie al een liedje. En we weten niet waar ze het van heeft. We denken dat ze het op school geleerd heeft, maar ze zegt chocodil, dus we gaan er even vanuit dat het krokodil is. Toch? Denk, ja, en iets met zakken. Chocodil. Dat zingt ze wel 10 keer per dag. En we weten niet wat het is. Soep, het is lekkere soep, pompoensoep. Doe maar je broodje er eens open. Zal mama het even voordoen? Kijk zo. Olly zien ze helemaal niet door de peper. Dus Olly nu die kan er ook op, hè, trouwens. Door de kaas? 100%, doe trouwens maar een beetje aan mij. Maar het is zout dit. Dat lijkt me wel sterk. Dan moet je de andere kant op doen. Jij komt helemaal uitgewerkt. Ja, nu al. Oh, dan ja, kan je daar pakken. Peper is dat. Olivia. Ik zit echt vol. Dat gaat wel echt snel. Met dit eten, weet je niet? Nee. Nou, ik heb 10 van die stukken op ofzo. Tuurlijk. Jawel. Doe. Maar ja, is veel meer honger dan ik. Ik heb ook nog friet gegeten, hè? Doet.
Ja, vind ik toch heel leuk. Die Zwitsers die zijn zo hartelijk met elkaar. En die locals. Echt leuk. Echt een hele... Ik vind Zwitsers sowieso hele lieve mensen. Echte gemeenschap. Vind je niet? Tenminste, de Zwitsers mensen hier vind ik echt allemaal heel lief. Ik denk dat de Zwitsers mensen gewoon niet zo heel veel problemen hebben. Ja. Dus nee, ja. Ik denk dat ze niet zo... Ja, die hebben echt zoiets van ja... Maakt ons allemaal niet uit. Nee. We hebben geld voor. Ja. Maar ik vind ook al die vrouwtjes in het hotel rond ontbijt zo allemaal super lief. Vooral die ene, die rode haren rond ontbijt, vind ik echt zo lief. Ja. En ze zijn ook zo snel. Maar vandaag kwam ik bij het ontbijt aan. Normaal als je bij het ontbijt komt, dan zijn ze gemeente eerst hooi en zo. Maar ze zeggen gewoon voor als ze je zien voordat ze hooi zeggen, gaan ze meteen zo'n stoel voor olie halen. Ja. Dat doen ze meestal niet. Nee. Oh, papa! Zal ik mij neerzetten? Papa! Wij zijn terug in het hotel. Kom je gezellig bij mama liggen? We zitten even bij de open haard. En ik heb net een koffie besteld. Daar heb ik een beetje spijt van. Een cappuccino. Ik had liever... Ze hebben hier echt de allerlekkerste warme chocomel. Die had ik eigenlijk moeten bestellen. Oh, dat jij mee kunnen drinken, slokje. Zal ik mijn keus nog veranderen? Dom. Ik ga je Velvet Teddy opdoen. Mag niet, hè? Hey guys, sorry, ik was vergeten de vlog af te sluiten. Tenminste, niet vergeten. Een bepaald persoon, Olivia Kleinenberg, was echt de hele avond aan het huilen. Dus daar was ik druk mee. Die kan elke nacht niet goed slapen. Ik denk dat het door de droge lucht komt. Door de droge lucht, ja. Ik word ook elke keer met keelpijn wakker, dus ik denk zij ook. Ja, dus ze wordt wakker met keelpijn en dan gaat een beetje zere neus. Ja, en dan gaat ze huilen. Nou, als je uit Amsterdam komt en je bent die lucht ontkijpt. Ja, het is echt heel anders. Oké, cool. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Tot morgen, doei!